Yes guys, what's up? Het is Paul hier. En ik heb vandaag weer een gloednieuwe video voor je gemaakt. Hoe ik naar 10.000 euro, geen dollar zoals hier staat, per maand zou gaan als ik vanaf nul zou beginnen. Dus als ik helemaal niks meer had, geen geld, geen kapitaal, maar wel nog steeds de kennis die ik van de afgelopen 4, 5 jaar heb opgebouwd. Dat ga ik je vandaag allemaal weer gratis meegeven. Wordt weer super valuable. Dus laten we gelijk beginnen. Oké. Zijn eigenlijk twee opties die ik voor je heb. Het is het verkopen van producten op Bol en Shopify dropshipping. Dit zijn de twee businessmodellen waar ik mij op gefocust heb de afgelopen 4 jaar en waar mijn expertise op ligt. Nou, ik zal je even kort de verschillen uitleggen. Bol is gewoon een marketplace en daar kan je dus producten op online gaan verkopen als partner. Je moet wel per se voorraad inkopen en je bouwt niet je eigen klanten op. Maar het is een stuk minder laag risico omdat je zelf de marketing niet hoeft te doen die Bol voor jou wel doet. Nou, bij Shopify dropshipping heb je dus geen voorraad nodig en ook relatief lage opstartkosten. En je kan heel snel schalen. Dus ja, eigenlijk gaat mijn voorkeur uit naar Shopify dropshipping voor wat gevorderde ondernemers. Maar ik zou altijd beginnen met verkopen op Bol. Als jij dus bijvoorbeeld ja, weinig ervaring hebt, weinig tijd, weinig geld ook, dan is verkopen op Bol altijd een goede start. En van daaruit verder gaan met Shopify dropshipping. Oké? Sales, sales, sales. Het gaat allemaal om het maken van sales in het leven. En een van de dingen die ik heb gedaan de afgelopen jaren is het thuis blijven wonen. Nou, momenteel, als ik deze video voor je upload, ben ik waarschijnlijk 24. Maar op dit moment ben ik 23. En ik heb eigenlijk ja, heel lang thuis gewoond, eerlijk gezegd. Te lang. Ik heb de afgelopen 4 jaar wel meer dan 20 landen bezocht en heel veel kunnen reizen, et cetera. En nu neem ik pas echt weer de stap om weer ja, volledig gewoon helemaal op mezelf te gaan en nooit meer echt langere periodes bij mijn vader of bij mijn moeder weer te wonen, zeg maar. Omdat ik Nederland ook verlaat nu. Maar het thuis wonen de afgelopen jaren heeft mij zoveel geholpen qua kosten besparen. Ik had dus geen kosten die ik moest maken voor auto, geen kosten voor eten of nauwelijks, of geen kosten voor huur nauwelijks. Natuurlijk helpte ik mijn ouders wel mee waar ik kon. Maar je hebt een stuk minder vaste lasten. Je kan deze kosten dus besparen. En dan is het van, hey, wat ga je met het geld doen? Nou, wat ik met dat geld heb gedaan, ik heb het geïnvesteerd in aandelen, geïnvesteerd in crypto, maar ook geïnvesteerd in mijn eigen business. En daar zag ik de meeste returns. En daarin heb ik geïnvesteerd in marketing, sales, skills, coaches, alles waar ik mezelf op wilde verdedigen. En wat ik dus zou doen als jij nu momenteel een beginner bent en je wil naar 10.000 euro per maand online gaan, dan zou ik producten verkopen op Bol of op Shopify. Nou, waar we het net ook al hebben over gehad, Bol is dus met voorraad en Shopify is zonder. Bol is zonder advertenties, dus nul advertentiekosten zijn nodig. Je kan gewoon organisch draaien in principe. Je kan ook paid ads en sponsored products aanzetten bij Bol, maar is geen must. Shopify is wel echt met ads, want als je geen ads draait, komen er ook geen bezoekers. Nou, wat je dus gaat doen, is dus 10k stacken in 6 maanden en je geeft weinig uit. Nou, hoe kan je dat dus gaan doen? Je kan dus een online baan nemen, dat is zeker iets wat ik je aanraad, om dat te doen, een gedeelte van een dag. Kan ook in sales zijn, kan in wat dan ook zijn. Maar dat je daarnaast ook nog gewoon genoeg tijd hebt. Dat je geen last hebt van verschrikkelijke collega's om je heen. En werk dan gewoon lekker vanuit thuis. Maak daar geld mee en stop dat in Shopify dropshipping of Bol. Dan kan je dus een online baan van 2 of 3k per maand nemen, 40 uur per week. En dan kan je nog 40 uur per week in je online business stoppen. Het is hard, het is zwaar, maar als je deze video kijkt, wil je waarschijnlijk iets in je leven. En ja, ik vertel je precies hoe je die verandering kan maken. Oké, verhuizen naar Azië. Nou, op dit moment kan ik niet wachten en ik ga over 2 weken weer naar Bali toe. Op het moment dat je dit kijkt, ben ik er misschien wel weer. En een aantal redenen waarom ik dat doe is goedkope huur. Ik betaal daar 700 euro per maand. Er is altijd zon. Er is heel veel netwerk van online ondernemers. Je hebt veel potentie. Ja, je wordt eigenlijk als man gewoon goed gewaardeerd. Ook zeker door vrouwen. Voor sociale media is het top. Alle stories die je maakt, et cetera. Je krijgt veel meer reach. Voor mijn coaching brand, in ieder geval voor mijn personal brand, krijg ik veel meer bereik daar dan Nederland. Waarin ik ja, hier gewoon weinig foto's maak. En ja, daar blijf ik nog steeds in e-com. Dus ja, daar doe ik ook nog steeds verkopen op Bol, Shopify voor dropshipping. En wat ik tegenwoordig doe daarnaast is alles documenten online. Dus mijn leven ga ik nu meer laten zien aan jou. Dus hoe leef ik in Bali? Maar ik heb heel veel skills gedeeld en ik heb bijna weer 200 video's alweer voor je online opgenomen. Maar ik ga je meer laten zien over mijn leven via Instagram en YouTube. En ja, vrouwen kan je dus ook betrekken in content voor je personal brand. En dat is wat ik iets meer ga doen richting dit jaar. Dus iets wat ik eigenlijk nooit heb gedaan. Niet dat ik nooit met vrouwen ben geweest, maar altijd respectvol ben geweest. Maar ik heb wel gemerkt dat ja, met vrouwen krijg je gewoon meer oogballen als je een personal brand later wil bouwen. Oké? Die content kan je dus testen of voor je personal brand of voor e-com totdat het aanslaat. Daar komt het uiteindelijk omheen. Nou,
Nadat je dus succesvol bent geworden in bijvoorbeeld Bol Coaching of Shopify Coaching, maak je een offer om e-commerce. Nou, dat is precies wat ik heb gedaan. En dat doe je exclusief, dat doe ik één op één. Daar heb ik bijna meer dan, waarschijnlijk als je dit kijkt, meer dan 200 mensen alweer mee geholpen. Ik bied daar ook weer een garantie aan. Dus als je dat interessant vindt, kan je van 0 naar 10k per maand gegarandeerd gaan met mijn hulp. Binnen 6 maanden tijd lukt dat niet. Help ik je net zo lang totdat je dat wel doet. Ga langs podcasts. Nou, ik ben niet zo'n heel fan van podcasts. Wel van kijken, niet echt van doen. Dus ik doe dat vaak met studenten. Of bijvoorbeeld volgende week doe ik het met Marco Bajic. En ik doe het nog een keer met Bas Bilds. Maar meer als interviewer. Ik hou niet echt van over mezelf te praten. Maar dat is wel iets wat je meer zou moeten doen. Dus dat is iets wat ik ook heel veel zou moeten doen. Community bouwen. Nou, ik heb dus een community van 3.000, 4.000 mensen in Facebookgroepen. En die profits van coaching die je kan maken van je personal brand, die kan je in ads stoppen. Dat is wat ik nu doe om verder te schalen. Okay? Dan kan je e-commerce automatiseren en dan kan je fully focused op social media content doen. Ik doe nu eigenlijk 80-20, dus het meeste van mijn focus ligt eigenlijk op coaching, eerlijk gezegd. Daar ben ik er ook gewoon heel transparant in. En 20% ligt nog op e-commerce, dus op een brand die ik momenteel run. Op Bol, maar ook op Shopify. Oké, verplaats je bedrijf. Nou, dat is iets waar ik zeker mee bezig ben. Toevallig ga ik over 2 weken naar Dubai om te kijken hoe het daar belastingtechnisch is. Maar er zijn ook andere opties, zoals Bangkok, Hongkong. Er zijn zoveel opties. En een van de redenen waarom ik mijn bedrijf wil verplaatsen uit Nederland, omdat je dan meer om groot geld gaat zitten. Het is natuurlijk wel een risico omdat je in een andere politieke situatie gaat belanden qua het land. Maar je gaat om meer interessante ondernemers zitten. En je betaalt geen tot weinig belasting. En ik merk op dit punt dat ja, als je meer dan die 10k per maand verdient, ga je echt te veel belasting betalen in Nederland. Ook met de BV en met de holding. En 30% van mijn winst stop ik momenteel in crypto slash andere investments. Op het moment dat ik deze video opneem is het februari 2024. Maar hopelijk wanneer deze video online komt, staat de koers van Bitcoin alweer wat hoger. Nou, een aantal dingen die je misschien kan doen. Ik woon bijvoorbeeld in een villa en je kan een luxury watch kopen om bijvoorbeeld ja, meer te flexen. Dat is niet iets wat ik per se aanraad om te doen, want ik heb het zelf ook nooit echt gedaan. Maar ik woon dus wel in een villa, in Bali in ieder geval. En ja, mijn flex is eigenlijk meer de vrijheid ten opzichte van cars, horloges, etc. Maar als je dat tof vindt, kan je dat zeker doen en die behouden vaak ook hun waarde. Oké, okay. Nou, stel je voor dat ik social media niet kon gebruiken en niet kon coachen. Dan deed ik nu precies hetzelfde, alleen dan deed ik fully om e-com. Ging nog steeds om groot geld hangen in Azië. Zeker op mijn leeftijd, op 23-jarige leeftijd. Wil ik eerst nog bouwen voordat ik naar echt het allergrootste geld bijvoorbeeld in Dubai of Miami zou gaan. Dus vandaar dat ik nu kies voor Azië in deze fase van mijn leven. Om ook connecties te bouwen, netwerken met miljonairs, 0% belasting te betalen en die terug in crypto te gaan stoppen. Oké, okay. Ik wil je super erg bedanken voor het kijken. Ik wil dat je liked en abonneert voor meer. En dan zie ik je weer terug in de volgende video. Ciao, ciao.